Monique Kneijdenburg van Lakshmi Import. Ja. Wat voor producten hebben jullie zoal? Nou, wij verkopen voornamelijk natuurlijke huidverzorging. Dat is huidverzorging gebaseerd op Ayurveda. Ja. Ayurveda is een kruidengeneeskunde uit India. Ja. En in deze kruidengeneeskunde worden de 5 elementen beschreven die eigenlijk de kennis van het leven zijn. Okay. Hoe ga je met jezelf om? Hoe kan je het beste uit jezelf halen? Hoe kan je mensen adviseren hoe ze het beste met zichzelf om kunnen gaan? En valkuilen in het leven, ja, waar ze steeds tegenaan lopen, kunnen voorkomen. Okay. Dat... En hoe stop je dat in een potje? Nou, dat stoppen we in een potje ten dele door de huidverzorgende producten te scheiden eigenlijk van de holistische producten. Ja. De holistische producten die wij verkopen, dat zijn producten gebaseerd op essentiële oliën. Ja. Met deze pure essentiële oliecombinaties kan je mensen hun emotie aanraken. En op die manier werken we dus holistisch. Kunt u zo'n olie laten zien? Die kan ik laten zien. Ja. Dit zijn de synergieën. Ja. Dat zijn de pure synergieën van essentiële oliën. Ja. En deze worden verneveld in de ruimte. Ja. Of laten wij aan mensen ruiken op de vingers voordat we eigenlijk ook beginnen met de behandeling. Okay. Aan de hand van een klantenkaart komen er bepaalde elementen naar voren die bij iemand overheersen op dat moment. Ja. En daar spelen we met deze producten op in. Okay. Nou, deze huidverzorgingslijnen zijn onderverdeeld ook in Vata, Pitta en Kapha. Vata, Pitta en Kapha. Kapha. Ja, en wat doen die drie producten? De Vata-producten zijn voor mensen die veel luchteter hebben. Dus die luchteter geeft droogte, droogte in de huid, droogte in het lichaam. De producten zijn dus heel rijkvoedend en activeren ook de celdeling. Oké, en de Pitta-producten? De Pitta-producten zijn voor de huidtypes, voor mensen die veel vuur hebben. Dus er is veel warmte in het lichaam. De huid kan daardoor gestuwd zijn. En de, tot slot de Kapha-producten? De Kapha-producten, dat zijn producten die zijn voor de huid die wat vettiger is. Wateraarde, dus er is meer smering. De huidstofwisseling is vaak wat traag. Dus de huidstofwisseling moet verbeterd worden. En tevens is het zo dat er vaak vochtgebrek is in de huid, maar te veel talg. Ja. Dus de talgproductie wordt verminderd en de vochtbalans wordt hersteld. Okay.